Uncharted 4. Uncharted 4. A Thief's End. We zijn nu bij aflevering 9. Vorige keer zijn wij gestrand op dit eiland. En blijkbaar zijn we goed gestrand. Want dit is het eiland waar we naartoe moeten. Om verder te gaan, zeg maar. En nu... We zijn op het goede eiland wat Libertalia betreft. Maar we zijn nu op zoek naar Libertalia. Want kijk, vorige keer heeft Nate dit symbool hier gevonden in de bosjes. Dus Libertalia, oftewel het oude piraatparadijs, kan niet zo ver meer zijn. In ieder geval, ik hoop dat jullie er zin in hebben. En let's go. We gaan op zoek naar een, ja, oude, verlaten stad. Deze kant op. Zo, Sam weet heel goed waar we moeten moeten. Echt nou wat. Als jullie af en toe horen slikken en doen, dan is het omdat ik drink. Graven onder eeuwenoud zand en puin. Hehe, reference aan Uncharted 3. Sorry jongens, ik heb even dorst. Maar we gaan door. Ja. Dan is het een goede vraag. Waar moet je nu heen? We lopen steeds meer naar mee die kant op, dus ik denk dat we nu wel goed lopen. Hey, een soort. Ja, een soort. Sam, hierheen. Het lijkt in ieder geval op een trap. Ik denk dan dat het hier naar boven moet. Dan hier naar beneden. Ah, niemand thuis. Dit lijkt gebouw heeft betere tijden gekend. Ah, ze mogen wel iets aan het dak doen. Als het plafond maar niet naar beneden komt. Ha, yo! Welkom bij de livestream, fijn dat je kijkt. 1, 2, 3. Zo, we zien in ieder geval door, jongens. Even kijken. Zo. Hierheen. En dan zo te zien, hierheen. Even kijken of we hierheen kunnen, jongens. Of eigenlijk hierdoor kunnen. Nee, dat gaat en niet. En ik heb zo te zien ook het gevoel alsof ik dit, als ik dit weghaal, hey Nathan, dan stoort dat hele zaak. Volgens mij kunnen we hier doorheen. Sam heeft blijkbaar een weg gevonden. Hierheen, Nathan. Kom maar. Stoffig. We zijn hier net vandaan gekomen. Is inderdaad naar beneden de enige optie. Om te gaan. Dus even kijken hoor. Oh, dat kruipen is wel goed voor mijn beenspieren. Zo. We zien weer wat. Heerlijk om de benen weer te strekken. Mm-hmm. Ja, zeg dat wel. Hey, we kunnen eruit. Het is te hoog. Zelfs met een pootje. Is hier iets om op te staan? We gaan eens even kijken of we hier iets kunnen vinden om op te staan. Er ligt een kist, ik heb een idee. Gevonden. Een daar kist. Pas op! Zo, we kunnen verder. Yes. Dit moet je echt even zien. Ja, dat wil. Brede straat. Mm-hmm. Duidelijk een handelsgebied of zoiets. Ja, goed opgemerkt, Nathan. Kom op. Wat zie je? Oh, dus je wilt het me horen zeggen? Nou, heel graag. Niets liever. Oké. Okay. Libertalia. We hebben het gevonden, jongens. Libertalia! Welkom. Het oeroude legendarische piratenparadijs. Ontdekt na 300 jaar door ene Samuel Drake. En? En door...
zijn jongere, iets minder charmante broertje die gewoon een beetje... Hé, wij deden al het werk. Weet je, ik wist dat het ooit wel goed was. Jij jommelde achter ons aan, ik weet niet. Hé, je weet dat het niet mijn eerste verloren stad is, hè? Kom. We hebben natuurlijk een Charlotte 1 gehad, een Charlotte 2 gehad, een Charlotte 3 gehad. En nu een Charlotte 4. Wel een mooi uitzicht hoor. Waar zullen we beginnen? Wat dacht je van dat gebouw daar? Oh, bedoel je dat met die enorme wachttoren? Ja, ik ben wel benieuwd wat zo belangrijk was. Ik vind het best. Ik ben ook wel benieuwd wat zo belangrijk was. Chapter 14. Welkom in Liberty, in het paradijs. Welkom in het paradijs. Noem jij dat sprakeloos? God, hoe lang zouden ze erover gedaan hebben om dit te bouwen? Geen idee, Sam. Tientallen jaren zelfs. Hoe hebben ze dat al die tijd verborgen gehouden? Hey, een steen, hè? Hey Sam, moet je zien. Een soort gedragscode voor piraten. Nee, het schrijft alles op een mooi boekje. En weer EPC, jongens. Again. Ik dacht dat ze in zo'n kolonie juist geen regels wilden hebben. Zelfs piratenschepen hadden eigen regels. Ja, zo van... jij mag niet in mijn kajuit komen, want dan anders dat en dat. Dat soort regels, jongens. Oké. Dus alleen mijn vraag van... How we gonna make progress with this game? Kapitein Avery. Hey, ik vroeg me al af waar je bleef. Hallo, kapitein Avery. Gaat hier nog wat belangrijk? Wat is dit voor symbool? Ik zag het een paar keer toen ik jou aan het zoeken was. Wie markeert die plekken dan? Geen idee. Is het weer zo'n zegel? Ik denk mensen die gaan. Nee, niet dat ik weet. Vijanden misschien? Deze gasten hadden er waarschijnlijk meer dan genoeg. Vast. Daar heb je een punt. Vast, Nate, vast. Ze hadden er duizenden, denk ik. Nou, waarschijnlijk wilde hij me deze plek laten zien, maar deze plek heb ik eerder gevonden dan dat hij dat heeft gedaan. Hey, ligt hier niets? Nee. Een boom. Als ik hier naar boven ga, heeft het weinig nut. En naar beneden. En dan hierheen. Hierheen, volg me. Ik gokte het er maar op, joh, jongens. We zullen zien. Oh, ga ik wel goed? Of doe ik wel iets goed? Ga ik niet verder naar boven gaan? Ik denk... onder de grond bedoelen. Hey Sam, kom eens. Misschien is dit wat. Ik kom eraan. Oké, dat is in elk geval geen uitgang meer. Nope. We moeten een andere uitgang vinden. Het was een... lijkt wel een soort schuilplaats. Ja, maar voor wie hielden ze zich dan schuil? Voor zichzelf? Moet je zien. Dit lijkt wel een platte grond van het handelsgebied. Hebben ze. Kijk, daar is onze schatkamer, zie je? Daar is de toren. Wat waren die gasten van plan? Nog zo'n teken. Van wegblijven, dit is mijn gebied ofzo. Hey, een trap. En een trap is meestal een ladder. Een ladder, sorry. Oh. Zo. We zijn in ieder geval een beetje onder de grond gegaan. Zo komen we hieruit. Wat jij het zegt, nee. Oké, daar gaan we. Ik zie licht schijnen beneden. Ja, ik ook. Ik hoop niet dat het heaven is. Oh.
pakken. Zo. Hey, nog een stukje van een stad. Hoe hebben ze dit eerder kunnen vinden? Kijk. Shit. Al snap ik het wel, jongens. Wij waren verdwaald. Dus. Laten we dat zo houden. Oké, blijf uit het zicht. Wat wil ik net tegen jou zeggen? Ja, ja. Als ik ze geruisloos kan pakken, dan zou het geweldig zijn. Wacht even. Hier. Daar bewoog het. Shit. Ik heb ze gezien! Daarom probeer ik het zo geruisloos mogelijk. Dus springen en te doen. Snijperkom, geen idee. Ik ben hier niet de schatzoeker. We beveiligen het gebied tot hier. Spider-Man,
Zoveel mogelijk munitie. We komen er vast nog meer tegen. Mm-hmm. Zouden ze hier voor ons zijn of voor de schat? Rave kennende, allebei. Mm. Je moet het even goed kijken, jongens. Van waar moeten we naartoe? Als ik het eenmaal weet. Jullie kennen mij. In het begin weet ik vaak niet waar ik heen. Zodra ik het eenmaal weet. Ik zit in ieder geval op de goede plek. Even verder zoeken. Ah, ik denk dat ik het al weet. Hier naar boven. Lekker, dan verdienen we nog eens een keertje wat.
iets gelijk had gedaan. Gaat ie? Alleen een beetje moe. Oké, nu wordt het even goed kijken van oké, waar moeten we heen? Net zoals de net trouwens ook. Sowieso niet daar naar beneden, toch? I guess not. Het zou onlogisch zijn. Hier naar beneden? Het zou echt onlogisch zijn. Hoi, welkom bij de livestream. Fijn dat je kijkt. Even kijken hoor. Ik weet nu even oprecht echt niet meer waar we nou toe moeten. Dat wist ik trouwens ook niet. Nu zeker niet. Nogmaals, ik gok dat we hier gewoon naar boven moeten komen. Dit is ook niet echt logisch. Wacht heel even. Moet toch een... Ja, hoe zou ik het noemen? Een logische weg zijn. Naar dat ding toe wat wij moeten hebben. Toch? Hoi, welkom bij de livestream. Fijn dat je kijkt. Een klein beetje vast, maar ik niet weet waar ik naartoe moet. Op de pure gok. Hopelijk gok ik goed. Dan... Dat is lang geleden dat ik die heb gezien. Ik zal hem even op lezen zetten. Voor jullie weer. Nou, als je de hele brief wil lezen, dan moet je de video maar even op stop zetten. Blijf die maar even op stop zetten. Let's have a look. En dan gok ik in één sprong. Naar de overkant. Dan denk ik hierheen. Kom op, Sam. Is dat ding stevig? Net zo stevig als de rest hier. Oh, oké. Niet dus. Oké. Kom eraan.
Pas op, man. Straks stort het hele gebouw nog naar beneden. Heb jij dit soort dingen al eerder gedaan? Nee. Haar regering omvergeworpen, dorpen geplunderd. Maar dit? Waren dat er serieus met twee? Alright. Oké. Dan gok ik. Dat we één grote zwaai moeten gaan maken. Naar die kant van de kolonie. Probeer dat maar eens. Gaat je niet lukken, maar je mag het proberen. Ik ga op een hele rij. Oké. Vergeten is dat ik er ben. Kijk omhoog. Goed genoeg. Krijg ik nou? Shit, wat was dat? Ga maar kijken. Doe ik. Hier zo! Ik zie je! Wat mag je daar nog? Ja, dit was... my bad. The bad call. Onto the bad... situation. Proberen uit te kleren. Hoor jij dat ook? Voorzichtig, man. Nope, die horen niks. Horen niks, ik ben er niet. Niet doen. Nog iets gevonden? Wat het ook was, het is weg. Zo goed, ik was zo goed bezig. Thank you.
wat. Okay. Moment. Help me eens omhoog. Tuurlijk. Help me eens omhoog. Daar. Snap hem. Oké, klaar. 1, 2, 3. Ik ga weer echt wel drinken, jongens. Oké. Kom zo, Sam. Wacht even. Omhoog. We zijn weer een stukje verder. Oké. Hoe nu verder? Voorzichtig. Het is best hoog. Ja, dat zie ik. Zo, en dan gok ik hier naar beneden. En dan... Oké. Kijk niet. Pas op bij die eerste stap. Echt bizar. Ja. De ladder. De ladder is kapot in het midden. Komt wel goed. Ga maar verder. Ik denk gewoon dat we zelf een soort van trap moeten gaan. Gaat het een beetje daar? Prachtig uitzicht hier! Zo gaat het in ieder geval niet lukken. Even verder. Zo, hoe ga je? Zo, zo. Even volhouden, Sam. En hier. Ik ga hem aan, maar met de trap omhoog. We zijn daar. Oké. En nu? Heel leuk en aardig dat. Woehoe, dat is pas een hoge duik. Hebben we hier iets? Wacht. Hoezo zou ik... Kunnen we de touwen daar aan vastmaken en dan daarop. Zo. En dan hier omhoog. Kijk, sommige wegen, ik heb het 100 keer gezegd. Maar nu is de weg logisch. En dan gok ik.
Dan gok ik dat dit onze ingang is. Wat zou dit voor gebouw geweest zijn? Nee, hier kan ik niet in. Oké, en nu? Vertrouw me en volg me maar, oké? Ik gok, Sam, dat we naar de overkant moeten. En dan zo naar de overkant en dan de stenen vastpakken. Dus ik moet jou nadoen? Ja, zo ongeveer, ja. En dan hier naar binnen. We zitten nu duidelijk in de duurdere wijk. Wat het is geen woonhuis. Kast van een huis. Wat denk je? Misschien een of andere administratiegebouw? Waarschijnlijk. Misschien had Libertalia wel een bouwcommissie. Misschien betaalden ze belasting. Denk het niet. Nou, het is leuk dat we in dit gebouw zitten. Hé, hey, de achterkant van het gebouw is opgeblazen. Ik denk dat we hier naartoe moeten. Ik denk dat we weer hier onderdoor moeten kruipen. Zo. Zo, wat is hier gebeurd? Jezus. Nou, daar heb je onze verdwenen kolonist. Een deel ervan. Jezus. Kanonnen, geïmproviseerde barricades. Wat is hier gebeurd? Zijn er wel wat gevecht of zo? Dat is een retorische vraag. De echte vraag is, wie vocht er tegen wie? En waarom? Ja, dat zou ik ook eens willen weten. Wat denken jullie? Wie vocht hier tegen wie? Beter gekleed. Zien eruit als soldaten. Avery's vlag. Dit was een Avery plek. Dit was Avery's plek. Man, indrukwekkend. Wat een deur. Hendel overhalen. Daar. Weer het hier aan de overkant. Of niet. Kun je me even helpen? Ja. En achtergrond. Leeg. Leeg. Zal het niet. Wat denk je, Rafe? Nee. Er is hier al eeuwen niemand geweest. Nou, even rondkijken. Ja, even rondkijken. Chapter 15. Een dief, de dieven van Libertalia. Hey. Dief? Kleren. Een soort uniform. Jij was zeker een bewaker hier. Leuke baan. Hoi, welkom bij de livestream. Fijn dat je kijkt. Oh. Wat is hier in godsnaam gebeurd? Ja, dat zou ik ook eens willen weten, Sam. Ik heb geen idee wat hier precies is gebeurd. Nog een dief. Wat is hier gebeurd? Ja, nogmaals, dat zou ik ook wel eens willen weten, hè? Allemaal schilderijen. Wat is dit? Hé. Hey. Een oud manifest. Juist. Heel veel schatten. Oh, wacht. Zou
dan weer die nog open doen natuurlijk. Ik ga het misschien niet lezen. Hoi, welkom bij de livestream. Fijn dat je kijkt. Ik ga het misschien niet lezen, maar misschien hebben jullie... Hoi Merel. Gezellig dat je meekijkt. Ik ga het misschien niet lezen, maar misschien willen jullie het wel lezen. Als jullie het willen lezen, zal je even de video op stop moeten zetten. Want... Ja. Ik ga niet... De hele reuter met teut voorlezen. Ik hoop dat jullie dat snappen. Jullie zijn hier gekomen voor de actie. En niet voor het feit dat ik ga voorlezen. Dus. Ik heb al niks kunnen vinden, jij? nog iets. En... Die is leeg. Die al... Nog een dief. Het lijkt wel alsof al deze schilderijen met dief zijn bestempeld. Ook al gehad. Ik loop rondjes. We moeten een manier zien te vinden. Of we moeten iets zien te vinden, laat ik het zo zeggen. Maar ik snap niet zo goed waar ik naar op zoek ben. Ik loop alleen maar rondjes. Wat is dit, joh? Ja, maar geen hint geven, Sam. Over het, Hallo? Hallo, wat is dit? Weer een manifest. Nog eentje. Lagen deze soms op de planken? Hé, hey, waarom doe je dit? Ja, pakken. Lezen. Als jullie de video op stop zetten, kun je het zelf lezen. Maar nu heb ik nog altijd dezelfde vraag die ik net had. Leeg. Noppes. Hey. Hij heeft blijkbaar iets gevonden, jongens. Hey Nathan, moet je zien. Mm-hmm. Oh. Wat heb je? Heb je iets? Libertalia geld. Ah. Met Avery zegel erop. Mm-hmm. Hij heeft het goud omgesmolten en zijn eigen geld gemaakt. Nee, toch? Dus we hebben dat en we hebben al die manifesten. Die schat is hier geweest. Ja, Sam. Ja. Maar de grote vraag is, waar is hij nu? Geen idee. Oké, dus we weten dat ze buiten hebben gevochten. Ja, en binnen ook. Zouden de kolonisten het hebben gejat? Denk het niet. Nee. Ze probeerden terug te krijgen wat van hun was. Ah. Kijk, daar is Avery. En Two. Ja. Stichters van Libertalia. Allemaal bestempeld als dief. Mm-hmm. Niet moordenaar, niet tiran. Dief. Ah. Dus toen de kolonisten hier binnendrongen, was de schat al weg. Ja, ze hadden ruzie met de kolonisten. Alweer hadden meegenomen. Omdat zij piraten de schat voor zichzelf wilden hebben. De piraten wilden de schat voor zichzelf hebben. En de kolonisten waren het daar niet mee eens. Dus ze kregen ruzie. Ah. Top. Maar nu weten we nog steeds niet waar die schat is. Ik weet waar die schat is. Wat? Wat? Waar? Waar? U? Het is een kaart. Verrek. Dat daar, dat is de schatkamer.
Het is een kaart van Libertalia. Oké, volg het naar de andere kant van het eiland en kijk daar. Sachu, mama, staan. New Devon. Sachu. Sorry, jongens. Avery kwam uit Devon in Engeland. Dat kwam niet zeker. Mhm. Man, ze hadden daar echt achterlijk grote huizen. En ze hebben allemaal een eigen zegel. Zo wisten ik ze waar ze woonden. Ik denk dat het de rijkste wijk is. Van dit hele Libertalia gedoe. Wat denk je ervan? Gaan we die wachttoren even op? Kijken waar we zijn. New Devon, we komen eraan. Ja. Maar dan moet je nog één ding weten, Sam. Hoe? Oké. Okay. Hoe schuif je de ding? Boven? Ja, dat is dus net wat ik vraag. Er moet toch iets zitten? Ik heb een idee. Help me hier eens even mee. Oké. 3, 2, 1. Oké, klaar? Oké, dat was stap 3. Handel. Stap 2. Kroonlucht erop hijsen. Goed plan. Ik moet daaraan kunnen slingeren. Dat is gewoon een kop. Goed plan, Sam. Dank je. Hé, hey, nog een touw. Een soort ketting waar we aan kunnen vasthouden. Dus ik denk dat we zo moeten doen, jongens. En dan naar die schilderij. Sorry. Onze. Sorry, content. Baldridge. Wat? Je klimt over Baldridge. Ai. Ik dacht, ik laat me iets verder zakken. Maar blijkbaar ga ik dan gelijk dood. Sorry, content. Baldridge. Wat? Je klimt over Baldridge. Ah, nou iets zeg. Oh, pardon. Oh. En dan zo, zo. Hier naar boven. Oké. Dan hier naar boven, denk ik. Zo. Zo, zo. Oké. Naar boven maar. Hey, trap. Hey. Dat is de goden verzoeken. Ja. Is goed. Leuk dat je erbij was, Merel. Vroege juich. Ja, wat zei ik nou? Zo jongens. Hoi, welkom bij de livestream. Fijn. Is het niet geweldig? Jazeker. En dan gok ik. Ik gok niet alleen, ik weet wel bijna zeker dat we ons hier moeten laten vallen. En dan hier laten vallen. Hier laten vallen, wacht. Wacht, dit is onlogisch. Het is wel duidelijk een weg omhoog. Maar hoe het dan zeg maar verder moet. Ah, misschien moeten we verder via het raam. Zo, Sam, zo. Ja? Oké, ik wilde alleen weten of je niet te pletten was gevallen. Nee, zo dom is Sam niet, nee. Oké. Die heeft er zin in. Een trap. Hey, er is hier een trap. Zet je nodig? Heel graag. Oké, klaar? Klaar. 3, 2, 1. Oké. Alleen hoe kom ik daar nu boven? Want de ladder is te kort. Achteruit. Kijk. Dankjewel. Hier kom ik wel mee boven, inderdaad. Op, nee. Klim als een aap. Dat heb ik vaker gedaan in deze game. Hoi, welkom bij de livestream. Fijn dat je kijkt. Dit is pas een kraaiennest. Daar is ja, het. Inderdaad. Aan de andere kant van de rivier. We hebben nog een hele lange kom weg op, te gaan. Gaan we stelen van de rijken.
Mm-hmm. Hey, is er een pad even daar beneden? Boekje schrijven. Kom op. Ja. Hoe lang denk je dat we onderweg zijn naar New Devon? Een uurtje of twee. En dan naar beneden. Hangt er vanaf wie beneden, of wat we onderweg tegenkomen. En dan hier laten vallen. Ik sprong gigantisch mis. Kloot! Kom hier boven! Gebruik het touw! Ik zal niet blijven stilstaan. Oh! Au, ik heb nu veel schiet in de oren. Ook al was het zo. Nee, ik heb nooit eens geluk, hè? Ik heb alleen. Ik heb nooit eens geluk in het leven. Oké. Hey, Sam! Ja, pak hem aan, Sam. Alles breekt af bij Nate, maar ja. Dat proberen we nog eens. Wat zijn we anders gewend van Nate? Met Uncharted 1, 2 of 3. En 4 nu, maar... Even kijken. We moeten door het raam, denk ik. En dan zo verder naar boven. Come on. Oh! Hey! Oké, wacht. Wow, chip. Hey, Nate. Goed je weer te zien. Oké. Mango. Waar heb je het nou over? Ah, dat is mijn opgeefwoord. Ben je altijd zo grappig? Ja, zo af en toe. Ja. Jij en je broer zijn toch duidelijk de betere schattenjagers op dit eiland. Jammer dat we niet samenwerken. Dat kan nog steeds, hè? Kan nog steeds. En Drake vertrouwen. Daar trap ik niet nog een keer in. Zo, wat een trap. Hele actie, hele actiefje zo. Oké, dat was veel heftiger dan verwacht. Ik laat mezelf er wel uit. Denk je echt dat ik je zomaar laat gaan naar alles wat er is gebeurd? Ik hoop het. Dat is wel het slimste wat je kunt doen. Ah, kom op, Nadine. Serieus? Je bent echt wel een stoer wijf, maar... We zijn met z'n tweeën. Denk je niet dat mijn mannen nu al onderweg zijn? Alles wat ik nodig heb is een beetje tijd.
Als ik je tenminste zelf niet afmaak. Verdomme. Oh, we moeten weer tegen haar vechten. Ik ben klaar met het eiland. En ook met je broer. En ik ben ook klaar met jou. Rot op! Je bent snel, maar ook weer niet zo snel. Hé, hey, laat hem maar. Kom op, we moeten wegwezen hier voordat ze... Shit. Wow, 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 wow. Rustig aan. Als we dan gewoon even rustig gewoon even rustig praten, oké? Okay? Kalm aan. Nou, dit is interessant. Nate. Samuel. Yo. Leg je wapens neer. Allemaal. We kunnen hier rustig over praten, jongens. Nee. Rafe, die gast draait door. Oh, wees maar niet bang voor Nadine. Deze jongens doden niemand in koele bloeden. Het is niet hun stijl. Daar zou ik maar niet zo zeker van zijn. Ga je gang dan. Schiet maar. Sam. Dan ga ik jullie er ook aan. Jammer dan. Geen stap dichterbij. Je bedoelt... Zo dus? Sam, laat dat wapen zakken. Ik heb je gewaarschuwd. Nee. Oh, ik heb hem. Nee, niet doen. Niet schieten. Leg maar neer. Hij ligt er rustig aan, oké? Okay? Rustig aan. Wees niet bang, Nadine. Het is niet hun stijl. Is ik veel? Ik ben net zo verrast als jij. Je voelt Samuel. Ons ook overal, hè? Alles goed. Er niet. Ik denk dat je dit moment wel zag aankomen. Ik denk het ook. Rustig, man. Je hebt ons toch al. Rustig nou. We zitten al in een corner. Je hoeft ons niet nog eens na te trappen. Kom nou, je bent een zakenman. Laten we dus gewoon zaken doen. Zaken doen? Huh, ja. Ik ben heel benieuwd naar je voorstel. Hey man, is dit nodig? Rustig ja, aan. Ga je gang maar. Ik luister. Okay. Je bent toch op zoek naar Avery's schat? Ja. Mister, ik denk ga je helpen. Dat hij op zoek is. En als dank laat ik jullie leven? Mm-hmm. Ja. Dat en een klein aandeel. Een klein percentage. Wat een ballen heeft die vindt. Precies genoeg voor zijn vrijheid, oké? Okay? Vrijheid terug te kopen, oké? Okay? Vrijheid? Leven. Ja. Ja. Hij zat in de bak voor ons en die gast die hem hielp. Hector Alcazar, die krijgt nog veel geld van hem. Snappen wij niet in betaald. In godsnaam over nee. Hector Alcazar is doodgeschoten. Wat? In Argentinië, zo 6 maanden geleden. Wat? Dankzij mij is Samuel vrij. Wat? Nee. Wat? Wat? Oh. Wauw. Wat heeft hij je verteld? Dat hij ontsnapt is door Hector Alcazar om te betalen. Wat heb je allemaal verzonnen? Alcazar? Echt waar? Je loog? Je loog tegen je kleine broertje? We verdoen onze tijd. Loog? Momentje. Nee, toch? Het zit zo, Nate. Mm-hmm. Ik ben altijd blijven zoeken naar de schat van Avery. Alleen liep het spoor elke keer weer dood. Hoi, welkom bij de livestream. En toen hoorde ik dat het goede ouder Samuel Drake, die alles weet over Avery, nog leeft. Precies op tijd voor de klimax. Rond hen wel. Ja? Er was geen uitbraak. Wat? Ik heb de directeur omgekocht en je broer liep gewoon zo de poort uit. Hij heeft de afgelopen 2 jaar gezocht naar het tweede Sintismus. Nee. Dit kan niet waar zijn. Dat deed hij samen met mij. Nee. Ja? Dit kan niet waar zijn. Oh. Sam, nee, iets toe te voegen? Nee. Nee. Dit oh, kan Jezus, niet. Nee. Dit kan niet, man. Luister. Even hey. Schat was van ons. Rot op. Hij was altijd al van ons. Ik zie alles voor jou. Hij
Nate heeft alles voor Sam achtergelaten. Luister, Nate, het is een schrale troost. Gezeikt te zijn? Hij was ineens verdwenen, betrok jou en die oude vent weer bij deze zaak. En eerlijk gezegd, Sam, ik was echt pissig. Maar goed, gedaan zaken en zo. Je hebt er geen recht op. Jij wel? Wij hebben er allemaal geen recht op. Volgens mij zijn we allemaal een stel dieven die hier niets te zoeken hebben. Rafe. Wat? Maak er nou gewoon een eind aan. Niet doen. Anders doe ik het. Niet doen. Wie hebben er gehoord? Niet schieten. Niet doen. Niet je hoeft doen. Maar één ding te missen. En je kunt die schat op je buik schrijven. Ja. Je zei het zelf. Het spoor liep elke keer dood. Geef het gewoon toe, Rafe. Je hebt ons nodig. Je hebt ons allebei nodig, oké? Ik heb het wapen neer. We gaan een deal maken. Je hebt gelijk. Oké, gelukkig. Gedeeltelijk gelijk. Wat? Ik heb alleen Sam nodig. Wat? Nee. Je maakt een grote fout, hè? Nate! En we gaan terug in een dagdroom. Of ja, dagdroom. Bewusteloze droom. Oké, daar is het dus. Wie zou hier eigenlijk wonen? Ik heb geen idee. Maar het is wel degelijk het adres. Ik heb het hier in de gaten gehouden de afgelopen dagen. Er is niemand thuis. Zo, daar zijn we dan. Wow. Dit huis is gigantisch. Waar moeten we beginnen? Jongens, ik ga even handmatig toch opslaan. Kan dat? Spel opslaan. Ik ga even spel opslaan. Zo. Kunnen we goed zien waar we de volgende keer zijn. Ik ga even terug naar de menu. Hoofdmenu. Ja. Jongens. Toch. Wat is hier weer allemaal gebeurd? Sam heeft blijkbaar alles uit zijn duim gezogen over Hector Alcazar. Over het feit dat hij Hector Alcazar moest betalen omdat hij vrij was. Dat hij geld schuldig was. Is dus allemaal gelogen. Om ons er weer bij te betrekken. Het was één grote shock voor mij. En ik kan het nog steeds niet geloven. Maar in ieder geval. Trouwens, die titel die onder de livestream staat was puur gegokt. Dit is echt de eerste keer dat ik Uncharted 4 speel. Dus het was echt pure gok. Van wat er zou gaan gebeuren. Maar. Maar ik kon dit ook niet weten. Jongens, ik wil jullie graag bedanken voor het kijken. Vergeet niet te liken. Vergeet niet te abonneren. Vergeet ook niet tussen mijn aanbevolen kanalen te kijken. Om ook op die. Om ook op mijn vrienden te abonneren. Dat zou ik helemaal tof vinden. Vergeet dus bij mij niet te liken. Vergeet bij mij niet te abonneren. Vergeet Beste Vriendenclub niet te abonneren. Vergeet. Witchy Gaming Girl niet te abonneren. Vergeet Linemin niet te abonneren. En ja, vergeet geen leuke reactie onder deze livestream achter te laten. Vergeet het belletje niet aan te drukken om op die date te blijven. Dan weet je precies wanneer ik upload. En dan zeg ik later tot de volgende keer met Uncharted 4. Wat een climax van een aflevering.